De Europese verkiezingen die staan weer voor de deur. En natuurlijk gaan we naar de stembus. De vraag is alleen op wie stemmen wij? En is er nog wat te kiezen? En hoe belangrijk is het? Ik ga erover praten met één van de kandidaten voor het Europees Parlement. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Mijn gast aan tafel is Adriana Hernandez van 50PLUS. En je bent lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, zeggen we dan, hè? Ja, ja, ik ben heel blij. Laat maar even voorstellen. Ik ben Mexicaanse. Ik woon al 30 jaar in Den Bosch. Ik zit in politiek vanaf mijn 14e in Mexico. Maar toch wel, nadat ik naar Nederland kwam, heb ik natuurlijk de taal geleerd, mij geïntegreerd, maar toch de kriebeltje voor de politiek altijd behouden. Voordat je verder praat, stel ik voor dat we even gaan kijken naar een kleine introductie. De lijsttrekker voor de politieke partij 50PLUS bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is Adriana Hernandez. Zij is al 14 jaar actief voor de oudere partij. De afgelopen jaren was Adriana fractievoorzitter van deze partij in de gemeenteraad van Den Bosch. Ook is zij vertegenwoordiger in het waterschap A en Maas in Brabant. 50PLUS behaalde bij de vorige verkiezingen voor Europa 1 zetel. Deze werd ingevuld door Twan Manders. Hij vertrok bij 50PLUS in 2020 en nam zijn zetel mee naar het CDA. Adriana wil zich op Europees niveau gaan inzetten voor senioren in de breedste zin van het woord. We weten nu wie Adriana is. En dan is de vraag, Adriana, waarom 50PLUS? Wij leven in een tijd in Europa waar de vergrijzing steeds een feit is geworden. En dat hebben wij nodig in partij zoals 50PLUS die naar Europa gaat om te zorgen dat de vergrijzing en het beleid met betrekking tot vergrijzing echt een plaats vindt op de agenda van Europa. Op dit moment iedereen zorgt voor milieu, voor veiligheid. Het is allemaal goed, hè? Vrij verkeer, prima. Maar gezondheid, een gezonde leven en een toekomst voor de ouderen, die nu nog steeds de jongeren van Europa zijn, is heel belangrijk. Ja. En dan komen we gelijk toe naar de speerpunten van beleid. Want wat vinden jullie als partij het allerbelangrijkste? Op dit moment natuurlijk zitten wij met een serieuze dreiging in onze geopolitiek. Ik denk dat elke partij dan ook heeft veiligheid helemaal bovenop op de agenda. En wat maakt 50PLUS anders, is dat natuurlijk wij kijken met de ogen van de ouderen. Wij willen het beste voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dus wij richten ons op de toekomst. En daar willen wij op basis van bijvoorbeeld migratie of betere positie voor de 50-plussers op de werkplek of voor de arbeiders die naar Europa komen, die goed behandeld worden. Ja. Dat worden ook hier ouder op een gezonde manier. Ja. En dan ontbreekt er nog iets, hè, wat wij natuurlijk bij, dat is 51+, dat is het pensioen en de pensioenvoorzieningen naar de toekomst. Hè, want onze oude dag die moet natuurlijk ook nog goed verzekerd zijn. Ja, Tom, ik moet eerlijk zeggen, helaas in Europa pensioenen is niet echt een issue. Dat wordt landelijk geregeld. En in Nederland moeten wij alleen maar blij zijn dat dat zo is. Onze senator Martin van Rooyen doet dat voortreffelijk vanuit de Eerste Kamer namens 50PLUS. Maar Europa natuurlijk heeft een andere plannen. En wij zijn helemaal niet het eens. Dus op dit moment, ik hou gewoon de pensioenen voor wat ze zijn. Ze zijn een landelijke gelegenheid. Ja, dat komt straks met de eventuele nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, wordt dat weer een hot item. Absoluut. 50PLUS, is dat nou eigenlijk alleen voor ouderen? Nee, dat is een enorm misverstand, weet je dat? Iedereen denkt, oh, 50PLUS is voor mensen boven de 50. Nee, dat is niet waar. Want als jij ziet hoeveel jongeren, als zij de stemwijzer invullen, bij 50PLUS uitkomen. Dat zou je echt, zij kunnen dat gewoon niet geloven. En dat komt omdat heel veel van ons beleid gericht is voor jongeren. Altijd zo geweest. Wij zitten al 14 jaar aan het vechten voor rechten van jongeren.
van voor de scholen, voor leningen, voor dat soort dingen. Maar dat komt niet zo makkelijk naar buiten of naar boven, zoals pensioenen. Dat is ons belangrijkste landelijke thema. En dat heeft daarmee te maken. Maar wij zeggen altijd, opa en oma willen het beste voor de kleinkinderen. Dus dat is eigenlijk de manier dat wij in politiek kijken. Vanuit de ouderen naar de jongeren toe. En u persoonlijk, waarmee maak je straks zelf in Europa het verschil? Ik hoor trouwens nog een Mexicaans accent. Ja. Ja? Ja, zoals ik dat gezegd heb, ik kom oorspronkelijk uit Mexico, Spaans. Ik spreek 7 talen. Engels, Nederlands, een beetje Duits, Frans, Portugees. Dus in het Europees Parlement kun je aardig roeren? Daar kan ik gewoon aardig roeren. Ik heb heel veel ervaring met internationale zaken doen, wetgeving sowieso. Dus ik voel me voorbereid om 50 plus in Europa te verantwoorden. Maar wat belangrijk hier is, het verschil. Hoe gaan we het verschil maken? Wij willen heel graag dat met de vergrijzing die we nu op dit moment meemaken, programma's letterlijk gezet worden, die helpen de steden bijvoorbeeld, die gaan verbouwen, want wij moeten heel veel gaan bouwen bijvoorbeeld, dat voorbereid zijn voor de ouderen, leeftijdsbestendige steden. Er is een programma die heet Age-Friendly Cities, en daar gaat het over, dat de ouderen moeten meer participeren, niet alleen in de maatschappij, maar ook in politiek en ook in het bedrijfsleven. En dat soort programma's kunnen wij als 50PLUS doorzetten in Europa. Nou, ten aanzien van 50PLUS, er is geen zetel in de Tweede Kamer, wel in de Eerste Kamer. Maar jullie staan toch op de 7e plek. Ja, en dat komt omdat wij een zetel in het Europees Parlement hebben gekregen bij de vorige verkiezingen. Is alleen dat op dit moment heel veel wordt gesproken of geteld vanuit onze zetels van de Tweede Kamer. Maar de Tweede Kamer is niet alles. Wij hebben zetels in de Eerste Kamer, maar ook in provinciale staten, in de gemeenten, waterschappen. Maar ja, de media praat daar niet zoveel over. Maar 50PLUS is springlevend en helemaal klaar om naar Europa te gaan. Ik weet voldoende. Lijst 7 is het? Lijst 7, gelukstaal. En wij gaan met 7 naar Europa. Goed, ik ga je bedanken voor dit gesprek en veel succes wensen. Hartstikke bedankt, Tom. Dit was Regio TV aan tafel. Dank aan mijn gast. En uiteraard, als u een en ander na wil zien, dan kan dat op www.regiotvaantafel.nl. En sowieso gaan we natuurlijk op 6 juni met z'n allen stemmen. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.